Een aantal RTL4-collega S van Eva Jinek hebben hun ongenoegen geuit over het gebrek aan communicatie na de geboorte van haar kind en haar vertrek bij de zender. Humberto Tans' opmerkingen over het niet ontvangen van babyfoto's van Eva Jinek hebben voor enige opschudding gezorgd. Sommigen vinden echter dat dit soort klachten niet thuishoren op nationale televisie. Er zijn steeds meer signalen dat Eva Jinek door haar collega's als oncollegiaal wordt beschouwd. Zelfs nu ze de zender heeft verlaten, hebben haar naaste collega's geen persoonlijke telefoontjes van haar ontvangen, hooguit een kort appje. Dit gebrek aan betrokkenheid heeft bij sommigen irritatie opgewekt. Roelof Hemme voelt zich buitengesloten en Humberto Tan betreurt het dat hij, in tegenstelling tot anderen, geen babyfoto's heeft ontvangen van de presentatrice. Mediajournalist Mark Koster uit zijn ergernis over deze kwestie. Hij vraagt zich af waarom Eva Jinek zoveel aandacht krijgt voor iets wat hij als privézaken beschouwt. Mark benadrukt dat sommige collega's wel babyfoto's hebben ontvangen, maar dat dit begrijpelijk is als het om mensen gaat die Eva mag. In hun podcast, The Juice Show, bespreken Mark en conceptuele host Yvonne Koldewijer deze kwestie. Yvonne, die zelf zwanger is, begrijpt de ophef niet en merkt op dat het begrijpelijk is dat na de geboorte van een kind andere prioriteiten gelden dan het sturen van foto's. Mark en Yvonne zijn het erover eens dat Humberto en Roelof moeten stoppen met klagen over deze kwestie.